Dit is de Shabir Show met Shabir Burhani. Salam alaikum iedereen. Vrede zijn met jullie. Het was vandaag in het nieuws dat D66-Kamerlid Sydney Smeets zich schuldig gemaakt zou hebben aan grensoverschrijdend seksueel wangedrag. Hij zou ongepaste berichtjes gestuurd hebben naar minderjarige jongens. En dat hoort natuurlijk niet. Dus ik wil het vandaag hebben over de relatie tussen homofilie en pedofilie. Want hij schijnt een homo te zijn. Hij heeft zo'n LHBT regenboogvlag op zijn Twitter profiel. Waarom wordt die vraag niet gesteld? Want als er een persoon van een bepaalde religie iets doet, dan gaan ze in de media en politiek gelijk naar causaliteit en correlatiefactoren zoeken die iets te maken zouden kunnen hebben met ideologie of religie die de desbetreffende persoon aanhangt. En gaan ze ook de vlag erbij halen van geloofsbelijdenis, zwart of wit. En dan gaan ze dat met elkaar linken. Maar waarom wordt dat niet gedaan met iemand zoals Sydney Smeets? En waarom is er zoveel ophef over deze persoon en niet over Dion Graus, zijn eigen vriendin, vrouw, inmiddels ex, mishandeld zou hebben terwijl ze zwanger was. En hij zou haar gedwongen hebben om seks te hebben met zijn beveiligers. Omdat Dion Graus van de PVV is en Sydney Smeets van D66, is dat de reden waarom vooral rechtse mensen op Twitter nu heel erg de laatstgenoemde persoon aanvallen. En bij Dion Graus was er niet zoveel verontwaardiging. Dus dit lijkt een beetje op selectieve verontwaardiging en dat is ook hypocriet. Hoe dan ook, wij moeten dit soort wangedrag, maakt niet uit door wie het gedaan wordt, moeten wij ten strengste veroordelen. En we moeten ook durven om bepaalde kritische vragen te stellen. En Theo Hiddema schijnt ook heel erg in de war te zijn. Gisteren was hij te gast in het programma Op 1. Hij is nu weer teruggegaan naar Forum voor Democratie. Terwijl hij voor de verkiezingen toen die racistische appjes van Baudet en de jeugdige FVD-leden naar buiten waren gekomen, toen was hij weggegaan uit zijn zetel in de Tweede Kamer opgegeven. Maar nu FVD 8 zetels heeft gehaald bij de verkiezingen, is hij toch teruggekeerd in het Senaat, in de Eerste Kamer. Want blijkbaar wil hij gewoon extra geld verdienen, want met zijn advocatenbaan verdient hij niet genoeg of hij wil gewoon extra rijk worden. Hij moet dat gewoon toegeven. Hij moet niet allerlei tegenstrijdige verhaaltjes nu gaan ophangen. Van eerst weg, nu terug. En dan noemt hij het spielerij. En dan zegt hij van er waren toch wel racistische appjes. Waarbij zelfs Baudet zich daaraan schuldig had gemaakt. En nu gaat hij dat weer vergoelijken en goed praten. Kortom, die man is gewoon in de war. En sommige mensen zeiden op Twitter, hij moet tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Dit was mijn mening over de gang van zaken van in de actualiteit. Tot de volgende keer. Wassalam. Met Shabir Burhani.